Glioblastoma is een zeer agressieve vorm van hersenkanker. Ondanks behandeling, die momenteel bestaat uit het wegsnijden van de tumor, gevolgd door chemo- en radiotherapie, is de gemiddelde overlevingskans slechts 15 maanden. Een vreselijke statistiek die aantoont dat we dringend nieuwe behandelingsopties nodig hebben. In de afgelopen 10 jaar is de manier waarop we kanker behandelen enorm veranderd door de ontdekking van immunotherapie. Deze therapie activeert het immuunsysteem, zodat de afweermechanismen van ons eigen lichaam de kankercellen aanvallen. Helaas varieert de doeltreffendheid van zo'n immunotherapie enorm en heeft het maar bij een beperkt aantal patiënten effect. Mensen waarbij immunotherapie niet werkt, hebben vaak zogenaamde koude tumoren. Bij die tumoren ontbreken de nodige afweercellen die we kunnen aanspreken om het immuunsysteem te activeren. Glioblastoma is een van deze beruchte koude tumoren. Sterker nog, in plaats van cellen die het immuunsysteem kunnen activeren, bevatten deze tumoren net een grote hoeveelheid immuunonderdrukkende cellen, gekend als tumorgeassocieerde macrofagen. Deze macrofagen dragen bij tot de agressiviteit van glioblastoma en hun resistentie tegen therapie. Tijdens mijn onderzoeksproject ga ik op zoek naar een nieuwe immunotherapeutische behandeling die zich specifiek richt op deze macrofagen. Dit zal ik doen door de immuunonderdrukkende macrofagen uit de tumor te verwijderen en ze meteen te vervangen door immuunstimulerende tegenhangers. Niet zomaar tegenhangers, maar macrofagen die we maken uit stamcellen, die bovendien genetisch gemanipuleerd zijn om de immuunrespons te bevorderen. Zo hopen we glioblastoma te veranderen in een minder agressieve tumor, een die beter reageert op de beschikbare therapieën, waardoor patiënten in de toekomst verder dan 15 maanden vooruit kunnen kijken.